Ja, ik ken wel mensen die dat doen, vooral voor een ADHD dan. En dat ze denken dat dat de concentratie en dus hun resultaten voordeel is. En wat doet relatine? Dat perst eigenlijk die adrenaline het laatste beetje er ook nog uit. Hè? Terwijl je anders al een seintje zou krijgen van ik ben moe aan het worden, ik moet misschien gaan rusten. Doordat dat op kunstmatige manier daar uitgepest wordt, blijf je precies wat langer wakker en kan je nog een tijdje langer doorleren. Maar op een gegeven moment is het op, hè? Is die adrenaline ook allemaal uitgeperst en val je dan als het ware toch helemaal stil. Er zijn inderdaad meer studenten met concentratieproblemen. Dat merken we duidelijk. Laten we zeggen, ten opzichte van 20, 30 jaar zeker. Laten we zeggen, 5 op 10 studenten zitten met een of andere vorm van concentratieprobleem waarvoor ze langskomen. Ik geloof dat dat kan werken en dat dat voor sommige mensen kan werken. Maar ik geloof zeker niet dat dat sowieso is als je dat neemt dat je 10% meer hebt. Dat geloof ik al niet. En ik ben ook niet echt een fan van medicijnen en of pillen nemen. Een van die belangrijke tips is bijvoorbeeld een ontspanningstechniek tegen studiestress en om zich beter te leren concentreren en het geheugen in te schakelen. En dat is een ademhalingstechniek, wetenschappelijk beproefd, het noemt hartcoherentie. Dus je ademt in 5 seconden uit, 5 seconden in en dan komen hart, longen en hersenen op een volledige balans in een neutrale stressloze staat. Als men dat doet 3 keer in 3 à 5 minuutjes per dag, krijg je resultaat van betere concentratie, geheugenwerking, minder stress.